Er zullen sancties getroffen worden tegen ondernemers die gascilinders hamsteren. Op grond van het decreet tegengaan van hamsteren is het verboden om goederen op te potten. Het ministerie doet er alles aan om de prijzen voor consumenten beheersbaar te houden. Consumenten kunnen klachten blijven indienen via de verschillende kanalen. De ECD is dagelijks in het veld voor controlewerkzaamheden. SAO heeft zaterdag het startsein gegeven van 3 vaktrainingen in het multifunctioneel centrum van Sophia's Lust. Het gaat om de vaktrainingen textiele werkvormen, Hawasa en elektrohuisinstallatie, die gedurende 4 maanden verzorgd zullen worden. Dit project wordt gefinancierd door het kabinet van de vicepresident en is een initiatief van Stichting Sophia's Lust en Omgeving. 60 personen hebben zich opgegeven die een eigen inbreng van 500 SAD moesten hebben. De AWJ-minister Stephen McAndrew benadrukte dat de kennis en vaardigheden die aangereikt worden door middel van de vaktrainingen een verandering in hun leven kunnen bewerkstelligen. De gemeenschap van het dorp Godolo heeft in het weekend tijdens een kroetoe diepgaand van gedachten gewisseld over de duurzame ontwikkeling van het dorp. Het thema was van verzorging naar zelfredzaamheid en groei. Deze kroetoe is georganiseerd door het Godolo Ontwikkelingsplatform in samenwerking met de voorbereidingscommissie van Godolo buiten het dorp. Na enkele presentaties hebben de bewoners zich gebogen over verschillende geïdentificeerde ontwikkelingsgebieden waarbij de duurzame ontwikkelingsdoelen dienden als leidraad.